van sluitend bewijs nu gewoon. Hij kan er niet omheen. In Dashcam laten we u gevaarlijke en opmerkelijke verkeerssituaties zien in Nederland. Hoe konden ze ontstaan en wie zijn de mensen die soms met gevaar voor eigen leven moeten handelen? Ja, volgens mij is deze man letterlijk en figuurlijk volledig de weg kwijt. Vandaag rijdt de Dashcam over de Winston Churchill aan in Spijkenisse. Daar is Shirendi pers getuige van een idiote actie van een beroepschauffeur. Asociaal, ook gewoon brutaal. Shirendi is op weg naar huis wanneer hij bij een druk kruispunt staat te wachten voor het rode verkeerslicht. Ja, dat is een gevaarlijk kruispunt. Al het verkeer komt daar samen. Fietsers, auto's, in dit geval ook vrachtwagens. Maar aan de andere kant, overzichtelijke kun je ze haast niet krijgen in Nederland. En dan ook nog gereguleerd door verkeerslichten. Ja, je moet hier echt vreselijk je best doen om de fout in te gaan. Maar dat is wel wat Shirendi vlak voor zijn ogen ziet gebeuren. Toen het stoplicht op groen sprong, zag ik hem opeens richting naar wijs naar links veranderen en ging die volgende kruising open. Het is gewoon bizar wat hier gebeurt. Bewust verschillende overtredingen begaan. Door rood licht rijden, verkeerd vervoer sorteren, te hoge snelheid de bocht nemen. Ja, het is gewoon alles wat fout kan gaan, gaat hier fout. Wanneer wij transportbedrijf ST van den Brink confronteren met deze schokkende beelden, krijgen wij meermaals te horen dat hun chauffeur hevig is ontdaan van het voorval en wel 20 keer sorry heeft gezegd. Met sorry komt hij er nu nog mee weg, maar als hij een kind had doodgereden, ja, dan is sorry natuurlijk niet genoeg. Maar ondanks de ernst van de overtreding weigert dit toonaangevende bedrijf op camera te reageren. Zelfs aan het verzoek om een schriftelijke reactie wordt geen gehoor gegeven, omdat ze hopen dat het hele voorval dan snel overwaait. Zo laten ze ons per telefoon weten. Ik wil die man zijn werk niet ontnemen, maar ik vind wel dat hij op zijn minst voor camera had kunnen reageren vanuit zijn oogpunt. Als een van de grootste transporteurs in Nederland die veiligheid hoog in het vaandel heeft staan, vind ik helemaal dat je verantwoordelijkheid moet nemen en op beeld moet reageren op dusdanige overtredingen die het daglicht niet kunnen verdragen. Heeft u ook een video gemaakt met uw dashcam of kent u een verkeerssituatie die levensgevaarlijk is? Mail dan de redactie en wie weet zien we uw video dan een volgende keer in Dashcam.